De internationale klimaatconferenties van de afgelopen periode voldeden niet aan de verwachtingen van de CARICOM. Dit haalde president Chandrika Prasad Santokhi als de uittredende CARICOM-voorzitter gisteravond aan in een videoboodschap tijdens de 44ste reguliere CARICOM-staatshoofdenvergadering in Bahamas. Santokhi wees erop dat er geen grotere bedreiging is voor onze kinderen, planeet en toekomstige generaties dan klimaatverandering. De resultaten van de klimaatconferenties misten volgens Santokhi de ambitie en actie die broodnodig is in de CARICOM-gemeenschap. However, emerging from COP27 was an agreement to establish a fund for loss and damages, a significant achievement. Particularly for small island and low-lying coastal developing states such as our member states. Climate change, desertification, water scarcity, and environmental degradation are life and death realities. I believe these issues remain pertinent and should remain on our active agenda as we move forward to COP28. Santokhi liet weten dat internationale gebeurtenissen sterke invloed hebben gehad op de verdere ontwikkeling van de CARICOM-landen. Desondanks gelooft hij dat de CARICOM-gemeenschap, ondanks de vele uitdagingen, successen zal boeken. The attacks by Russia on Ukraine have complicated the recovery from the COVID-19 pandemic and slowed down a return to normalcy in a post-COVID world. However, we have shown that we will overcome the challenges confronting us with the determination and creativity inherent to the Caribbean peoples. President Santokhi heeft het voorzitterschap van de CARICOM overgedragen aan zijn collega Philip Davis van Bahamas.